Wow. In de Luc proberen. Die doen naar links kijken. Waar zit Glenn? Had je gedacht, die zit op 9 à 10 meter. Hier de twee jongens, ook zijn nog steeds samen Jansen. Maar vooral Luc Herbe is de man die hier op dit gedeelte het tempo maakt. Jongens, cyclocross, jongens, mountainbike en de dames. Vanaf hier nummer 11 en 4. Dat zijn de eerste mannen die aan die laatste ronde beginnen. Wat geldt dus ook voor Brett Teunissen. Binnenkomst van Stef Hendricks. Tweede plek bij de jeugd 3. Huldigen doen we straks gelijk na de wedstrijd gaan we 4 categorieën huldigen. Alle categorieën in de eerste 3. Laatste ronde, Jochen Brouw. Opletten hier bij de finish. Hier komt achter Luc Herbe. Ja, hij gaat het beslissen in die laatste ronde. Winnaar hier bij de jonge cyclocross. Mooie zege hier. Aankomst ook voor Sjors van Zandbeek. En ook Glenn Jansen. En de winnaar vandaag beslist hij in de laatste ronde. De man uit Grondveld, Luc Herbe. Luc, wat dacht je? Klaar dat we een sprint aankomen vandaag? Hou het spannend? Ja, voor mij is het dan ook spannend, maar ja, sprint. Ik had niet echt gedacht dat het ook van Glenn zou willen, dat hij nog veel bezig zou komen. Ja. Jullie waren aan elkaar gemaakt, geprobeerd weg te komen, allebei wellicht, maar dat lukte niemand. Nee, we waren heel erg aan elkaar gemaakt. Dus, Goed zo, mooi duel hier bij de jongens. Gaan we de bloemen bij doen, dankjewel. Uw applaus voor de eerste 3 jongens. Ja, dat is, vind ik wel beter.